En welkom bij deze Summer School editie. Mijn naam is Herman Keizer van Microsoft en ik ga jullie meenemen vandaag door het platform wat Azure heet en dan meer kijken vanuit een bril vanuit een developer. Je kunt mij ook via e-mail bereiken onder hermank@microsoft.com. Je kan me ook op Twitter vinden onder de naam @dekeizer. Nou, als we het eigenlijk over Azure hebben, en ook Azure, dan praten we eigenlijk in feite over een datacenter. Dus hier heb je een plaatje van ons datacenter. En eigenlijk nog een veel mooier plaatje is deze. Dit is het Azure datacenter zoals die vandaag de dag in Nederland aanwezig is. Hier zie je ook eigenlijk de opbouw van het Azure datacenter plaatsvindt. En de voorgrond zie je nog wat we noemen generatie 3 datacenters. En verderop zie je al dat daar datacenters van de volgende generatie aan het opgebouwd worden. Nou, waar het eigenlijk om gaat, dan we het over Azure hebben, is het over voor deze plaat. Hierin vind je dus wat ik altijd dan zeg, de chocoladebonen waar jullie chocolade van kunnen maken. En vandaag ga ik gewoon een aantal van deze bouwsteentjes met jullie doornemen om te kijken hoe je dat in kan zetten om eigen applicaties of eigen diensten te gaan ontwikkelen. Maar ook om te onthouden, als je het dus over Azure hebt, is niet eenmaal Azure wat ik dan niet zie in het plaatje wat in Nederland aanwezig is, maar Azure is momenteel in 40 regio's wereldwijd beschikbaar. Dat betekent dat jij kan bepalen waar jouw workload moet gaan draaien. Het kan zijn dat je dat in Europa wil hebben. Het kan zijn dat je dat in Amerika wil hebben of in Zuid-Amerika. Jij kan kiezen in welke regio je wil hebben. Sterker nog, je kan zelfs diensten bouwen die over regio's heen gaan plaatsvinden. Nou, wil je alleen exact weten wat er dan in Europa aanwezig is? Nou, in Europa hebben we een aantal datacenters. Dat heb ik niet al zien. Een datacenter wat in Nederland nog is, dat heet dan West-Europa. Dat is heel belangrijk. Wil je kiezen in Nederland als locatie, moet je West-Europa kiezen. En deze daar werken altijd in regio's, dus eigenlijk het zusterlocatie van West-Europa, dat is Noord-Europa, dat is het datacenter wat in Ierland is. Vervolgens hebben we ook in Engeland twee datacenters en we hebben in Duitsland datacenters en we hebben momenteel ook in Frankrijk zijn ook datacenters. Dus dit is een beetje de presence die we dan hebben als we puur op Europa kijken. Ook belangrijk om te weten is dat men dat jij één keer verbonden bent met het Azure datacenter, je over de Azure verbindingen met elkaar communiceert. Dus je gaat niet meer over het boze internet, maar je gaat over de Azure netwerkverbindingen communiceren. Dus alle datacenters van Azure zijn met elkaar verbonden over eigen lijnen. En daar kun je ook weer gebruik van maken. En heel belangrijk, als we het over compliance hebben, dat wij dus vanuit Azure diverse compliances allemaal al ingeregeld hebben. Dat betekent niet van, hey, ik heb dus zo'n compliance nodig. Ik ga naar het Azure portaal toe, ik selecteer betreffende VM'tje, ik doe next, next, finish en hij draait. En ik heb deze compliance binnen. Nee. Het deel wat daarvoor nodig is aan de kant van Azure hebben we voor jou ingeregeld. Maar als je puur over compliance praat, praat je eigenlijk over een deel wat door People, Process en Technology ingevuld wordt. Nou, dat deel van Process en Technology hebben wij al ingevuld. Maar dat stuk wat in jouw datacenter of in jouw omgeving, in jouw processen gaat plaatsvinden, moet je nog steeds invullen om volledig compliant te zijn. Dus dit is gewoon even een greep van alle compliance die we hebben. En we komen continu daar nieuwe bij. Ook iets wat je continu hoort, als we het over Azure hebben, krijg je ook continu te horen wat je Azure Stack. Nou, wat is dat dan, Azure en Azure Stack? Nou, zoals wij zeggen, Azure Stack is gewoon Azure in jouw datacenter. Wat houdt het nou in? Nou, er zijn diverse redenen te bedenken dat de software die je aan het bouwen bent of de dienst die je aan het maken bent eigenlijk gewoon in Azure zou kunnen gaan landen, maar dat er bezwaren zijn. Denk aan wet en regelgeving of denk dat er bepaalde internetconnectiviteit niet aanwezig is. Dat is een reden om te zeggen, wacht even, ik heb wel een applicatie eigenlijk op Azure zou moeten landen, maar dat kan niet om een van de redenen. Kan ik dat ook op een lokale manier draaien? Ja, want de oude methode was om dan een nieuwe codebase te bouwen, dan op basis van on-premise technologieën. Maar vanaf nu is het ook mogelijk om te zeggen, dan neem ik een Azure Stack omgeving, die eigenlijk gewoon volledig Azure is, waarin mijn datacenter draait, en ik kan diezelfde applicatie dan daar laten draaien. Nou, wat is nou Azure en Azure Stack? Wat zijn nou de verschillen en wat is nou eigenlijk gelijk? Nou, als we puur over Azure publiek praten, dan hebben we het over de portaal, de PowerShell en de DevOps tools die er allemaal zijn, die zijn één op één compatible met die van Azure Stack. Onder de publieke Azure omgeving hebben wij de Azure Resource Manager als provisioning engine zitten. Dat is dezelfde die ook onder een Azure Stack omgeving zit. Alleen in die publieke omgeving, heb ik net die plaat laten zien, hebben we een grote hoeveelheid IaaS en PaaS diensten ter beschikking. Nou, die zijn allemaal niet op het lijstje om allemaal gepoord te worden naar een Azure Stack omgeving. Op dit moment zijn we GA met Azure Stack en daar zit Compute, Storage en Netwerken zit erin. App Service, Service Fabric en nog een aantal diensten die al beschikbaar zijn. En over termijn zullen daar meer en meer van dat soort Azure diensten daar ook in beschikbaar komen. Waar we ook een verschil in zit, dat eigenlijk in een Azure omgeving, we hebben net een plaatje gezien van ons datacenter. Weten wij exact hoe
onze hardware eruit ziet. In een Azure Stack omgeving gaat deze samenwerken met onze OEM partners. Op dit moment, at launch, is deze Azure Stack omgeving beschikbaar bij een HP, Dell en Lenovo. Verderop dit jaar zal deze ook beschikbaar komen van Cisco. En begin volgend jaar zal deze ook beschikbaar komen in de vorm van Huawei en bij Avanade. Dat weet je via die manier. Maar het is dus een appliance wat ik koop. Dus niet zelf een server inrichten en alle installaties uitvoeren. Nee, je bestelt bij de hardware vendoren een appliance waar dus eigenlijk al Azure voor geïnstalleerd staat voor jou. Nou, wat brengt me dat dan? Nou, pak je die vorige plaat, als je die nog even onthoudt, zeg ik, hè, we hebben 40 regio's waar Azure ter beschikking is. Kijk je straks naar alle service providers die ook Azure Stack gaan draaien. En allerlei enterprises die ook Azure Stack in hun datacenters gaan draaien. Dat betekent dat raak ik dus mijn footprint van Azure dit is. Dus als ik een dienst bouw of een applicatie bouw die op Azure kan laten draaien, kan ook op een Azure Stack omgeving draaien. Dat betekent dat dit is mijn footprint waar ik dus mijn rollout op kan laten draaien. Nou, wat betekent dat dan? Dat ik dus eigenlijk dezelfde manier doe zoals ik nu tegen een publiek Azure aanpraat. Dus dezelfde tooling, dezelfde omgeving, dezelfde trucendoos gebruik. Die onder de motorkap in feite dan van gebruik maken van virtual machines. Of onder de motorkap gebruik kan maken van containers. Of Azure Service Fabrics. Of van een PaaS omgeving. Die eigenlijk onder de motorkap weer van Service Fabric, containers of virtual machines gebruik maken. Daaronder zit eigenlijk gewoon een Windows Server of een Linux Server. Dan komt die Azure Resource Manager weer om de hoek kijken. En daarmee bepaal je, moet die workload naar Azure Stack. Of moet die workload naar Azure toe. Nou, laten we gewoon weer teruggaan naar die publieke Azure-omgeving en laten we gewoon eens een aantal van die bouwsteentjes oppakken en daar eens wat in gaan zoomen. Laten we beginnen met Infrastructure as a Service. Hoe kan ik dat dan gebruik van maken? Nou, als we het over IaaS hebben, Infrastructure as a Service, praten we in feite over compute, storage en netwerken. Dat zijn de bouwstenen die je dan in Azure gebruikt. Dus ook als ik naar de Azure portaal toe ga, ik wil eigenlijk een nieuwe resource aanmaken, klik voor compute, krijg je een keuze van een aantal smaken die er aanwezig zijn. En heel belangrijk, hè, zodra ik dus voor Infrastructure as a Service kies, dan doen wij vanuit Azure de hardware, de storage, de netwerk en de virtualisatielaag. Wij helpen jou middels tooling dat heel snel dus het operating systeem, dus een Windows server, dan wel een Linux server ingespoeld staat. Maar op dat moment ben jij verantwoordelijk voor het wel en wee van die machine. We hebben jou geholpen met een duwtje in de rug dat het OS ingespoeld staat. Maar jij moet verder voor zorgen dat systeem dus up-to-date blijft. Dat die gepatcht blijft, dat die onderhouden gaat worden. Want je hebt gekozen voor Infrastructure as a Service. De eerste vraag die je krijgt bij Infrastructure as a Service, dat je dus een smaak machine moet gaan kiezen. Nou, binnen Azure hebben we daar een redelijke grote alfabet al voor gecreëerd. En iedere alfabet of iedere letter van de machine vertegenwoordigt een bepaald type workload die je daarvoor in kan zetten. Dan hebben we de A-machines, ideaal voor de dev-test workloads en voor de beginmachines. General purpose machines, praten we over de D-series. Maar we hebben ook machines waar bijvoorbeeld dedicated GPU-kaarten in zitten. Dat zijn de N-series. Ook hebben wij machines die gemaakt zijn om hele grote databases in memory te laten draaien. Dat zijn de G-series, een enorme grote hoeveelheid geheugen in beschikbaar zit. Maar we hebben ook machines die dedicated al gemaakt zijn om SAP HANA workloads te laten draaien. Dus al die type workloads zijn machines beschikbaar. En binnen iedere machine hebben we weer een grote hoeveelheid keuze die je kan maken ten aanzien van hoeveel CPU's en hoeveel memory je weer van dat bepaalde type wil gaan gebruiken. Nou, zeg, ken ik door deze mooie alfabet zie ik de bomen en het bos niet meer. Nou, hebben we netjes op de Azure website hebben we daar een website voor jullie gemaakt. Waar je gewoon op basis van een keuze zegt, oké, wat is het type workload? Dan geven we jullie advies wat voor type machine je daarin gezet kan worden. Is die keuze die je nu gemaakt hebt dan final? Nee, ik begin eigenlijk met een machine. En dan kun je gebruik maken van een Azure Advisor of je gaat zelf gaan controleren. En je kan zelf op behalen van de tooling. Dus deze weer terugzetten van een D naar een A en van A naar een F of van een G. Maar hou er rekening mee, zodra ik dus van type verander, dat ik wel downtime moet incasseren. Want ik ga dus van een fysieke machine A onder de motorkap naar een fysieke machine B onder de motorkap. Dat betekent dat jouw workload verplaatst moet worden. Dat met de machine down gaat, verplaatst gaat worden en weer opnieuw omhoog gebracht gaat worden. Hier zit tijd aan verbonden. Hou er rekening mee dat je dan met downtime te maken hebt. Ook mogelijkheid die je gewoon kan maken met je machine, is de keuze hoe je met mijn availability omgaat. Wil ik daar een single instance van hebben of wil ik daar een availability set van maken? Nou, de kracht van een availability set is, want je weet dat ook onder de motorkap, wij bij ons ook met te maken hebben, gewoon met een Azure datacenter. En dat betekent ook dat wij af en toe patching uit moeten voeren. Dan heb ik voor een single instance machine gekozen. Dat betekent dat jouw machine af en toe gewoon down gaat. Dus dat je daar dus te maken krijgt dat jouw machine gewoon ook gereboot gaat worden. Praat je niet over dat het heel lang is, maar dat moet je wel rekening mee houden. Dan zeg je, nou, ik wil die uptime heel hoog houden. Dan kies je dus voor een zogenaamde availability set. En in die availability set
kun je dus een keuze maken dat dus jouw omgeving dus up-to-date blijft. En dat betekent dat je dus een active en een passive machine hebt draaien. En dat je dus gewoon een veelovermotor beschikking hebt. Verder kun je ook een hogere SLA krijgen door gebruik te maken van wat zogenaamde SSD-disks. Ik heb hier de link in neergezet waar je meer details kan vinden ten aanzien van de SLA's, ten aanzien van virtual machines. Naast dat je dus over compute hebt, zeg ik, is een ander onderdeel van de IaaS is storage. En als je naar Azure kijkt, hebben we diverse keuzes die je kan maken om storage te gebruiken. Dan praat je puur over IaaS, dus over virtual machines. Dan heb je naast dat je de blob storage gebruikt, waar eigenlijk je VHD image staat, kun je ook gebruik maken nog van disken. En dan kun je nog een keuze maken, wil ik gewoon een klassieke spinning disk hebben, of wil ik daar een SSD schijf voor gebruiken. En die kan ik gewoon als een datadisk toevoegen. Dus als ik een virtual machine default uit de marketplace pak, krijg je van ons default al een C-schijf en je krijgt default van ons een D-schijf. En die D-schijf is een zogenaamde temporary disk. Hier staan ook de pagefiles op. Nadat ik een reboot uitvoer van machine, dus alles op die D-schijf staat, is weg. Maar ik kan zelf daar gewoon disken aan toevoegen. En deze dan wel onder Linux, dan wel als Windows, daar een bepaalde reset van maken. En die gewoon aanbieden. En ik kan meerdere disken toevoegen aan zo'n machine. En daar dus ook meerdere IOPS toevoegen aan zo'n machine. Een andere optie die ik heb, is ik heb dus meerdere machines. En die moeten gebruik maken van een fileshare. Dan kan ik daar gewoon een machine voor inspoelen. En deze bombarderen tot een fileshare. Dat kan Windows of Linux zijn, wat jij prettigste vindt. Maar ik kan ook gebruik maken van een SMB-share. Tegen dat ik helemaal geen machine meer in hoef te richten. Gewoon de SMB-share kan gebruiken en deze gebruiken om die files aan mijn machines aan te bieden. Nou, naast we dus over de andere oplossingen hebben, dus vertel ik de blob storage, kun je ook gebruik maken van tables en queues. Een table is gewoon storage, die table storage waar je gebruik kan maken van zogenaamde NoSQL omgeving. Dus waar ik mijn data neerzet, waar ik queries op los kan laten. Of je kan er gebruik maken van queues, om een soort disconnected model te maken. Dus ik heb aan de voorkant een applicatie die data genereert, wat eigenlijk direct geschreven moet worden in de database. Maar ik heb heel veel connecties aan de voorkant. Ik kan beter die connecties dan in de queue drukken. En aan de achterkant heb ik een proces die queue netjes leeglepelt om dat in mijn database of ergens anders weg te schrijven. Dat betekent dat mijn database niet zwaar belast gaat worden en die queue omdat die kan dynamisch groter worden en kan dynamisch kleiner worden. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je weer kan gebruiken om je applicatieontwikkeling eenvoudiger te maken. Naast dat we over die blobs, hebben we eigenlijk alweer die blobs in drie smaken. Zo'n lekkere tongbreker is dat. Page blobs, block blobs en de pen blobs. Nou, de page blobs is eigenlijk de omgeving waar jouw VHD images staan. Zodra ik dus een nieuwe virtual machine aanmaak, wordt er eigenlijk onder de motorkap een virtual hard disk aangemaakt en die komt op zo'n blob storage terecht. Maak ik zo'n DE of zo'n E of F schijf extra aan op basis van blob, komt die daar ook terecht. Plaats ik video's, plaatjes, dat soort dingen allemaal. Dan zet ik ze eigenlijk in een blob neer. En alle logfiles zet ik in een penblob neer. En dat zijn type storage die is al geoptimaliseerd voor dat type werk wat daarvoor geselecteerd staat. Daarnaast, als ik dus zo'n storage account aanmaak, krijg je ook de vraag van, hey, wat voor beschikbaarheid wil je hebben? En dan krijg je weer die mooie drie letter afkortingen die daarvoor gebruikt worden. Dan kun je een keuze maken voor zogenaamde local redundant storage, zone redundant storage of georedundante storage. Nou, wat is dat eigenlijk? Local redundant storage betekent dat je data drie keer opgeslagen wordt in één zone in ons datacenter. Kies ik voor zone redundant storage, betekent dat we data nog steeds opgeslagen worden in hetzelfde datacenter locatie. Maar dat we jouw data ook steeds drie keer opslaan, maar drie keer in zone 1, zone 2 en in zone 3. Dat is eigenlijk fysiek gescheiden over grote zones. Je kan ook zeggen, nee, ik wil nog een hogere beschikbaarheid hebben. Dat betekent dat je voor georedundante storage kiest. Dat betekent dat jouw data bijvoorbeeld drie keer opgeslagen wordt in het datacenter van West-Europa. En dat we drie keer jouw data opslaan in het datacenter van Noord-Europa. Dat zijn een beetje opties die je allemaal beschikbaar hebt om met storage om te gaan. Nou, dan heb ik dus mijn compute, dan heb ik mijn storage, dan heb ik nog te maken met netwerken. Nou, heb ik iets draaien in Azure en ik wil van buitenaf daar gebruik van maken, dan heb je een aantal opties ter beschikking. De eerste optie is gewoon zogenaamde een point-to-site koppeling, een point-to-site tunnel. Dat is eigenlijk een tijdelijke verbinding die ik gewoon vanaf mijn laptop of mijn pc afstaat om verbinding te maken met mijn omgeving in het Azure datacenter. Natuurlijk kan ik gewoon ook zonder VPN gewoon vanuit buitenaf gewoon met Azure communiceren. Maar voor andere gevallen kan je handig ook eens om daar tunnels te maken. Wil ik bijvoorbeeld een permanente tunnel maken, een VPN tunnel, maak ik gebruik van een site-to-site gateway. Dus ik heb gewoon een VPN device aan mijn kant, die direct communiceert weer met een gateway aan de Azure kant. En dan kan ik gewoon een permanente site-to-site tunnel maken. Wil ik een hogere beschikbaarheid hebben, en wil eigenlijk een SLA over mijn verbinding hebben, dan kun je bijvoorbeeld een keuze maken om een expressroute verbinding aan te maken.
die fysieke expresgoudverbinding, het fysieke deel, dat leveren wij vanuit Microsoft niet. Dan moet je eerst bijvoorbeeld naar een Equinix gaan, of naar een Telecity, of naar een Interaction. Of je gaat naar een EU Networks, A2B Network, noem maar een van die partijen, die leveren jou zo'n fysieke verbinding. Over zo'n fysieke verbinding kun jij dan in de Azure portaal, dan wel via PowerShell, dan wel via de command line interface, een zogenaamde Express Route Circuit aanmaken. In die Express Route Circuits hebben we ook weer in diverse smaken, een zogenaamde private peer. Dat betekent dat je dus direct verbinding kan maken met jouw IaaS omgeving in Azure. Dus ik kan mijn lokale TNT netwerk over zo'n Express Route verbinding koppelen met mijn TNT netwerk die ik in Azure heb draaien. Maar binnen Azure hebben we ook een legio aan PaaS services. En die PaaS services hebben per definitie een publieke stekker. Dan kan ik ook een public peer aanmaken. Dat betekent dat ik gewoon wel wat routingregels moet gaan toevoegen aan mijn lokale omgeving. Het is namelijk een publieke dienst, dus voeg ik niks aan mijn routingregels toe. Dan ga ik nog steeds over het boze internet met die dienst communiceren. Dus ik moet wel in mijn datacenter meer configuratie daarvoor uitvoeren. Dat zijn allemaal manieren om dus met Azure te kunnen communiceren. Ook belangrijk, zodra je ook weer netwerken hebt, dat je ook binnen die Azure-omgeving zogenaamde virtuele netten aan kan maken. Zodra ik mijn VM's inspoel en virtual machine, kan ik weer koppelen aan een virtuele netwerk. En ik kan ook weer virtuele netten aan elkaar plakken. Heel belangrijk dat je eigenlijk de manier zoals ik dus zo'n IaaS-omgeving, dus computer storage en netwerk uit kan rollen, kan ik op diverse manieren doen. Nou, de meest nieuwe methode en ook de manier die zij weer pretenderen, is volgens een declaratieve methode. Daar maak je gebruik van ARM, Azure Resource Manager. In een zogenaamde JSON template beschrijf je dan, declaratief, hoe de omgeving eruit mag zien. Je hoeft dus niet meer voor te schrijven wat er allemaal gedaan moet worden. Je geeft alleen maar aan wat de end state moet gaan zijn. En zo kun je definiëren hoe jouw compute storage en netwerk dan wel jouw PaaS-diensten eruit gaan zien. En als je zo'n resource aanmaakt, ga je die eigenlijk opslaan, wat we noemen dan in een zogenaamde resource groep. Dat is een logische bundeling waar je je resources allemaal neer gaat zetten. Het grote voordeel van zo'n resource groep, dat je op zo'n resource groep bijvoorbeeld weer tags toe kan voeren. En die tags zie je weer terugkomen bijvoorbeeld in je billing file. Of ik kan op zo'n resource groep, wat we noemen dan role-based access toevoegen. Dus rechten, wie de contributor is, wie de owner is of wie de reader is. Kan ik op subscription niveau doen, kan het ook op resource groep niveau doen, maar ik kan het ook op resource niveau uitvoeren. Dan geef ik dus die kracht om daar alle rechten en plichten op neer te gaan zetten. Nou. Terugkomen op die Azure templates, die hebben we dus heel veel van die templates al voor jullie beschikbaar gesteld. Als je gewoon naar de Azure website toe gaat onder documentation, onder template, vind je dus heel veel beschrijvingen. En al die templates vind je terug op GitHub. Daar vind je gewoon de complete template die je gewoon kan downloaden. En die kan ik bijvoorbeeld met een PowerShell commando gewoon aftrappen. Of ik kan hem gewoon in de portaal in de GUI gebruiken. Of ik kan hem met een Azure command line interface kan ik hem gewoon aftrappen. Dan vind je dus Legio. En ARM templates voor allerlei situaties zijn er al voor gedefinieerd, zodat je ze kan hergebruiken voor je eigen omgeving. Dus niet alleen maar voor IaaS, maar ook voor allerlei PaaS-diensten die we gewoon hebben, om die via ARM uit te gaan rollen. Maar het hoeft dus niet via ARM, hè. Je kan dus ook nog steeds de PowerShell gebruiken en alle stappen netjes neerzetten op de command line interface. En sinds kort is het dus ook mogelijk om die command line interface rechtstreeks vanuit de browser aan te sturen. Dus ook in de GUI vind je nu ook gewoon een command line interface om jouw scripts aan te sturen. Verder, doordat je met Azure werkt en Azure gewoon een redelijk open platform is, kun je ook gebruik maken van niet-Microsoft tooling. Dus als je gewoon gewend bent om met open source tooling te gaan werken, die praten nu gewoon nauw samen met de Azure omgeving of open source tooling, die zijn gewoon gecertificeerd om in Azure te draaien, die kun je gewoon her en her gebruiken. Zeker nog, omdat je dus tegen diezelfde generieke interface aanpraat, kun je diezelfde tooling ook gebruiken om tegen een Azure Stack omgeving aan te praten. Die twee werelden zijn gewoon gelijk aan elkaar. Nou, een ander ding die heel belangrijk is en heel veel gaat rondspelen, en voornamelijk ook als je vanuit een ontwikkelbril naar Azure kijkt, is containers. In Azure heb je diverse methodes om een container, dan praten we over een Docker container, om die in Azure te laten landen. Je kan het gewoon laten landen puur op IaaS. Dus ik spoel gewoon, pak een virtual machine, bijvoorbeeld een Windows server, en activeer daar de container in 2016. Of ik pak een Linux distributie en ik activeer daar de Docker's laag in. Dat betekent dat ik dus alles zelf moet gaan onderhouden. Ik kan ook gebruik maken van een Azure Container Service. Dat is eigenlijk onze orchestratielaag waar je dus Azure containers kan laten landen. Ik zal er straks wat meer in. Ik kan ook gebruik maken van de Azure App Service laag, waar ik eigenlijk een compleet fully managed als PaaS oplossing mijn container kan laten landen. Of ik ga kijken wat ik daadwerkelijk in een container wil hebben, dus naar de workload. En die kan ik bijvoorbeeld in Azure Service Fabric kan laten landen. Er zijn diverse methodes binnen Azure, mogelijkheid ter beschikking om containers te laten draaien. En dan gaan we praten volledig over die Docker's containers. Laten we eens inzoomen op die Azure Container Service, wat daar zo uniek aan is.
Bij de Azure Container Services hoef jij je niet te binden aan welke manier je gewend bent om te werken. Ben jij gewend op basis van de Google Kubernetes methode met je Docker container te werken? Dat kan gewoon gebruik blijven maken van Azure Container Services. Of ben je het op de Docker manier, op de DCOS manier gewend? Diezelfde methode kun je ook kiezen. Of doe je de basis van de Amazon Swarm laag? Ook die manier. Dus binnen Azure Container Service kun jij bepalen welke provisioning laag jij wil gebruiken. Doe je het op basis van Kubernetes, DCOS of doe je het op basis van Swarm? Dus, en verder, de hele ACS engine, dus Azure Container Service Engine van Azure, is open source. Staat volledig in GitHub. Je hebt dus hele orchestratielaag voor jullie gewoon ter beschikking om daar zelf ook dingen mee te doen, om je eigen bijdrage in te leveren. Dus de kracht van die Azure Container Service, dat jij zelf kan bepalen welke orchestrator je doet. Je kan de deployment gewoon doen via de portaal, maar je kan het ook gewoon via de command line interface doen. Dus je hebt gewoon in minuten een complete containeromgeving draaien. En daarmee heb je dus eigenlijk een complete gesupport omgeving. Dus alles wat onder die motorkap plaatsvindt, dat doen wij voor jou, want het is namelijk een PaaS die je doet. En van alles wat PaaS je de resources gaat gebruiken, dan pas ga je pas ons betalen voor wat je gaat gebruiken. Dus je hebt eigenlijk een complete infrastructuur gewoon ter beschikking. Dus ik hoef zelf onder de motorkap niet allerlei dingen meer te gaan doen. Dus ik hoef me alleen maar concentreren op mijn container en de hele container orchestratie en uitrollen. Dat ga ik vanzelf, dat regel ik allemaal. Een andere stap die je kan doen, dus naast dat je dus Azure Container Service kan gebruiken, kan ik het ook op basis van Service Fabric doen. En Service Fabric zit eigenlijk al op het niveau van microservices. In de microservices kan ik eigenlijk state vol maken of ik kan hem stateless maken. En dan kan ik gewoon gebruik maken van, ik ben dan het in Java doen, Node.js, de bekende tools die ik daarvan neerzet. En ik kan die Service Fabric ook gebruiken dus voor mijn container organisatie. De grote kracht is weer omdat dan Service Fabric zorgt voor die failover van mijn containers. Dus Service Fabric zorgt dan eigenlijk voor de deployment van mijn containers op Linux, van mijn containers op Windows. En hij communiceert dan onder de motorkap eigenlijk met die Docker agent. Dat is een kracht, hè? Dan ga je nog hoger niveau geraken eigenlijk in die waardeketen. Nou, wij maken zelf daar ook gebruik van, die Service Fabric. Dus als je bijvoorbeeld naar de Azure Database kijkt, of naar de Halo-diensten, of naar de Power BI, noem maar op. Allemaal diensten die wij eigenlijk als PaaS-diensten aanbieden, maak onder de motorkap weer gebruik van Service Fabric. Ook daar zie je weer hoe de kracht van Service Fabric is. Natuurlijk, zodra ik dus in zo'n Service Fabric niveau werk, en dat is ook heel populair, die microservices. En die worden ook door Netflix en Amazon zelf ook allemaal gebruikt voor allerlei diensten. En daar is ook bijvoorbeeld, je heet een Chaos Monkey, ook heel belangrijk. Hè? Dat je eigenlijk continu jouw platform gaat plagen, aanzetten, uitzetten, failovers uitgevoerd te kijken of daar nog allerlei bugs in zitten. Of het schalen gewoon actief te laten houden. Dat soort dingen hebben we dus ook beschikbaar voor jullie in Azure Service Fabric. Ik heb de link hiervoor neergezet waar je dus ook zo'n Chaos Monkey kan activeren. En dat draai je gewoon vanuit PowerShell, allemaal vanuit C#. Kun je dus dat soort processen ook over jouw Service Fabric clusters laten lopen. Dat zijn puur aan het over die infrastructure of service hebben. Dus over die compute, storage en netwerk. Compute puur in de vorm van VM's, dan wel in de vorm van containers. Ik heb even een klein stapje naar boven gemaakt. Naar waar we naar PaaS diensten, voornamelijk dan die Azure Service Fabric en naar die Azure Container Services. Maar laten we gewoon een aantal van die PaaS-diensten nog eens uitpakken. Voornamelijk als we naar de datalaag gaan kijken. Voornamelijk als ik applicaties aan het bouwen ben, kan ik nog een keuze maken van, heb ik een SQL Server nodig of een MySQL Server? Die kan ik volledig in IA zelf opbouwen. Dat betekent dat ik de machine wel met een duwtje in de rug ingespoeld krijg met een OS en met SQL Server. Maar vervolgens moet ik nog steeds het OS gaan onderhouden en de SQL Server moet ik gaan onderhouden. Maar ik kan er ook voor kiezen van maken van, ik heb voor mijn applicatie heb ik alleen maar de database nodig. Dus ik heb alleen maar een connectiestring nodig naar die betreffende database. Dan kan ik hem ook als een PaaS-dienst afnemen. En als je voor SQL Server kan, dan weer eigenlijk weer twee smaken van PaaS afnemen. Ik kan hem gewoon als een single instance afnemen, gewoon een single database. Of je kan hem zogenaamd als Elastic Database afnemen. Dat ik eigenlijk een mandje krijg van databases kan gebruiken. Waar de resources over dat soort databases verdeeld kan worden. Zodat ik nog effectiever van de resources gebruik kan maken en de kosten die eraan verbonden zijn. Daarnaast natuurlijk, als we het over data hebben, hebben we natuurlijk ook te maken met wat wij noemen dan IoT en intelligence. Voornamelijk als we het dus over dat BI en analytics hebben, hebben we dus ook binnen de Azure platform weer heel veel van dat soort bouwstenen ter beschikking. Dus ik heb eigenlijk allerlei type devices, als we het dus over IoT hebben, allerlei snuffle devices, noem maar op allemaal, die events genereren. Die events moet je dus in feite gaan laten landen. Dan kun je een aantal keuzes maken. Dan kun je gebruik maken van de event hub of de service bus waar ik net al over had van storage. Of je kunt gebruik maken van de event hub. En we hebben ook nog toegevoegd in ons platform, een zogenaamde IoT hub. Het mooie van zo'n IoT hub is dat hij bidirectioneel is. Dus hij kan een data ontvangen van het device. Maar hij kan ook data terugsturen naar het device. Dingen, bijvoorbeeld updates.
En ik kan natuurlijk gebruik maken van alle external database sources ook nog. Daarnaast heb ik dus eigenlijk dat die queue waar die data in binnenkomt. Moet ik daarna ook die data eigenlijk permanent opslaan. Nou, dan kan ik die laten landen in een SQL database. Ik kan hem ook direct naar een table store of naar een blob storage toeschuiven. Of naar een document DB. Of van allerlei third-party databases die ook gewoon op Azure kunnen laten draaien. Dan heb ik mijn data dus in een database zitten of op een blob storage. Dan wil ik daar bewerkingen mee doen. Dan heb ik bijvoorbeeld machine learning. Ik wil daar stream analytics doen. Ik wil live in die eventstroom gaan kijken. Of ik moet daar grote berekeningen bij voeren. Bijvoorbeeld ik moet daar een Hadoop farm gaan verbruiken. Vervolgens kan ik daar een data factory van maken. En ik kan daar bijvoorbeeld al die databronnen die ik heb weer combineren in een zogenaamde data lake. En daar weer bewerkingen bij voeren. Zodat ik ze daadwerkelijk kan gebruiken in mijn machine learning. Het mooiste van zodra ik dus eigenlijk zo'n machine learning set opgebouwd heb. Is eigenlijk het eindresultaat, een API. En die API kan ik weer integreren in mijn applicatie. Of die kan ik gebruiken om bijvoorbeeld in Power BI om daar een mooie visualisatie van te maken. Of integreren dat via een app service weer kan aanbieden. Dus allemaal losse bouwstenen die je weer kan helpen om mooie grote applicaties of diensten te kunnen gaan bouwen. Dat zijn dus puur de bouwblokken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog wat we noemen dan de cognitieve services in Azure. Die ook via een API beschikbaar zijn. Die je kan integreren weer in je eigen applicaties. Dus heb ik bijvoorbeeld iets nodig. Ten aanzien van gezichtsherkenning. Dan kun je gebruik maken van de facial API. Of wil ik doen iets met recommendations. Of ik wil eigenlijk de speech API. Ik wil eigenlijk translaties en vertalingen uitvoeren. Of ik wil tekstanalyse uitvoeren. Of ik wil beeldherkenningen doen. Hebben we gewoon standaard API's ter beschikking. Die je kan integreren in je eigen applicaties. Om jullie dienst nog veel rijker te maken. En die gepaard daalt hier eigenlijk over het verbruik. Dus het aantal requests wat je naar zo'n API toestuurt. Dus dat is het puur hebben over het over data hebben. En over BI-achtige zaken. Daarna natuurlijk heb ik mijn applicatie. Ik moet dingen ten aanzien van single sign-on. En zaken ten aanzien van hoe doe ik eigenlijk de authenticatie en autorisatie. Nou, dat is eigenlijk een spin in de web die we daarvoor hebben. Heet Azure Active Directory. Die kan ik zorgen dat die kan communiceren met mijn lokale AD. Maak eigenlijk gebruik van Azure AD Connect. Maar ik kan ook gebruik maken de Azure Active Directory bijvoorbeeld om dus een stukje multifactor authentication te activeren. Dus ik kan ik aangeven welke gebruikers een multifactor authentication moeten doen. En ik kan ook zeggen, wacht even, die multifactor authentication ga ik activeren op basis van een conditional access. Dus maak er zijn verbinding met mijn applicatie bijvoorbeeld in het netwerk van het bedrijf zelf. Dan vinden we username wachtwoord ruim voldoende. Maak die verbinding met een bring your own device of ander apparaat of buiten het netwerk. Dan kun je detecteren door middel van conditional access. Dan kun je zeggen, nu wil ik graag weten wie jij nou echt bent. Dan wil ik eigenlijk een multifactor authenticator aanzetten. Maar je kan ook als je dus echt gebruiken voor single sign-on zaken. En niet alleen single sign-on voor je eigen applicatie, maar ook single sign-on voor heel veel third-party applicaties die er al zijn. Daar hebben wij vanuit Microsoft al geregeld de hele authenticatieslag. En jij moet alleen nog het autorisatiedeel nog daarvoor regelen. Maar dat geldt ook voor de applicatie die je zelf gaat bouwen. Die kun je ook zorgen dat deze toegevoegd worden aan deze application gallery. Zodat die ook automatisch door andere gebruikers geselecteerd kan worden. Dus dat is de kracht van die Azure Active Directory. Die kan zorgen dat je dus die single sign-on kan doen. Dat je die multifactor authentication kan doen. Dat je een heel stuk user manage daarmee uit kan voeren. En sinds kort is het ook mogelijk om dus als je machines die je daadwerkelijk in als VM's in Azure kan draaien. Dat die zeggen die moet een domain joined worden. Dat ik er helemaal niet meer een dedicated AD-doos voor neerzet. Maar gebruik maakt van de domain services die ook in Azure Active Directory aanwezig is. En op die manier daar tegenaan laat authenticeren. Dus heb ik niet meer een fysieke AD-doos nodig. Dat scheelt weer aan wat ik noem het aantal moving parts. Ook wat ik kan doen is met Azure Active Directory. Dat ik bijvoorbeeld het hele wachtwoordwijzigingproces mee kan regelen. Dus ik kan mijn klanten of mijn gebruikers routeren naar de Azure Active Directory portaal. Daar kunnen zij hun wachtwoord wijzigen. Daar kunnen ze een aantal van die security vragen belangs lopen. En wanneer het wachtwoord gewijzigd is, schrijven wij die via AD Connect weer terug naar je lokale AD. Zodat die ook weer in sync blijft. Dat zijn allemaal bouwstenen die dus in die Azure Active Directory aanwezig zijn. Nou, een andere paas bouwsteen is wat ik al even vluchtig genoemd heb. Is die Azure Application Services. En die bestaat eigenlijk uit weer een aantal bouwstenen weer. Je kan die puur voor webapplicaties. We kunnen die gebruiken voor mobiele applicaties. Maar ook voor logic apps. En voor alle API zaken. Nou, laten we die webapplicatie er eerst eens uitpakken. Ik kan dus gewoon een applicatie normaal gesproken een webservice over inrichten. Om daar bijvoorbeeld een Node.js of een Java of een PHP of een .NET applicatie. Noem maar een dwarsstraat. Op te laten landen. Dat betekent dat ik nog steeds dus die fysieke machine moet gaan beheren. Dat ik nog steeds die hele webfarm moet gaan onderhouden. Om vervolgens mijn applicatie erop te laten landen.
Ik kan ook een keuze maken en zeggen, nee, ik maak gewoon gebruik van de app-service laag. En ik hoef daar alleen maar dus mijn codebase nog op te laten landen. Dat er onder de motorkap een webserver draait en een fysieke machine is. Om niet meer druk over te maken, en dat wordt voor jou geregeld. Ik kan ook dus mijn codebase, hoef ik daar niet direct upload. Die kan ik ook direct vanuit GitHub, dan wel vanuit Visual Studio Online, dan wel vanuit Bitbucket, of vanuit een OneDrive, of vanuit een Dropbox. Ervoor zorgen dat die dus geüpload wordt naar mijn omgeving om te gaan publiceren. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid gebruik te maken van weer van een gallery. Dus wil ik bijvoorbeeld in WordPress of in Joomla of in SugarCRM, noem maar één van dat soort dingen. Die zijn dan in de gallery aanwezig. Dus hoef ik helemaal niet te gaan installeren mijzelf. Die kan ik gewoon selecteren en die wordt voor je geïnstalleerd. Zodat ik heel snel dus mijn content die ik binnen zo'n WordPress site wil gaan gebruiken daarop kan pushen. Let er wel op dat die van jou uit de gallery wel voor WordPress gekozen hebt. Maar dat jij dan wel verantwoordelijk bent voor het onderhouden van die WordPress omgeving. En dat die ook up-to-date blijft. Dat wordt niet voor jou gedaan, dat is weer een duwtje in de rug om zo snel mogelijk online te komen. Verder heb je dus de optie om die NIF-server lager een stukje autoscaling toe te passen. Dus doe weinig dingen, dan heb ik eigenlijk gewoon één website of eigenlijk één webserver draaien. Gaat de vraag omhoog, dan gaan plotseling meerdere webservers, wordt de vraag nog groter, gaan we nog meer webservers inzetten. En jij bepaalt gewoon middel van autoscaling, dan welke ruleset en wat de minimale waarde en wat de maximale waarde gaat worden om een stuk schaling voor elkaar te krijgen. Dat zijn de app services. Een andere krachtige feature waar je ook als ontwikkelaar gebruik van kan maken, en wat ook onderdeel van de app service laat, is heet Logic Apps. Als je puur kijkt naar heel veel applicaties, die bestaan voor een groot deel wat je eigenlijk aan het programmeren bent, is een soort workflow die je bij elkaar moet hangen. En de workflow betekent dat je heel vaak dat je moet gaan communiceren met allerlei bronnen. Het voordeel van Logic Apps is dat daar al bijna 160 en meer al van dat soort connectoren al ingebouwd zijn. Ik moet communiceren met Twitter. Ik moet communiceren bijvoorbeeld met Office 365, of ik moet met een Salesforce.com, of ik moet met een Bitbucket, noem maar op, allemaal van dat soort omgevingen. Daar hebben wij de connectoren voor al aanwezig. Dus via de info hoef ik ook niet meer te gaan bouwen, hoef ik ook niet meer te gaan testen, hoef ik ook niet meer te gaan schalen. Die kun je gewoon hergebruiken. En dan ken ik dat soort workflows die ik nodig heb, ken ik dus eigenlijk middel van drag and drop, waar we eigenlijk bijna noemen serverless computing, in elkaar klikken. En eind van de rit kun je dus weer, weer als een API aanbieden. Dus je kan mijn kleine applicatie nog bouwen, die eigenlijk onder de motorkap dus diverse van dat soort logic app connecties kan aanroepen. Waar dus een stuk informatie ingaat en waar een stuk informatie weer uitgaat. Maar dus heel eenvoudig dat ze het workflows kan automatiseren. Dus het is eigenlijk wat we noemen dan een connected SaaS omgeving. Waar je eigenlijk bijna wat we noemen dan serverless computing kan werken. Het werkt natuurlijk nauwloos samen met alle diensten die al in Azure aanwezig zijn. Dus het kan ook weer gebruik maken van die servicebus. We kunnen dus een Logic Hub gebruiken waar je dus eigenlijk iets gaat leeglepelen uit die servicebus. En vervolgens dat weer weg gaat schrijven naar een andere omgeving. Maar ook heel krachtig binnen zo'n Logic Hub is dat af en toe nog wel dingen zijn. Zeg maar, ja dat is leuk, maar er zit er niet in. Ik moet een kleine bewerking uitvoeren. Bijvoorbeeld ik krijg hier bijvoorbeeld een comma separated former file krijg ik binnen. Maar die wil ik eigenlijk omzetten naar een JSON formaat. Of die moet ik omzetten in een HTML formaat. Dan kun je gewoon gebruiker maken van Azure Function. Dat is eigenlijk waar je eigen code gewoon neer gaat zetten. Waar je dus dat soort transformaties uit kan voeren. Dus eigenlijk gewoon via een input komt het comma separated format file komt daar gewoon binnen. Dus de tekststring. In jouw functie heb je een stuk code neergezet waar je die CSV tekststring om kan zetten. Bijvoorbeeld in een JSON formaat. En dat weer als een export weer teruggeeft, zodat je in de volgende bewerking dat weer uit kan voeren. Nou, heel veel van dat soort voorbeeldbewerkingen voor Azure Functions zitten alweer als standaard aanwezig. Die alleen maar weer drag and drop weer keuze kan maken. Op GitHub vind je ook heel veel dat soort dingen alweer terug. Zodat je een veel rijkere en snellere applicatie kan maken. Dus je kan nu gewoon applicaties zeggen, in minuten bouwen in plaats van maanden. En dat is ook weer de kracht die Azure ook jou aanbiedt vanuit een ontwikkelaar. Kijk ik meer vanuit mijn ontwikkelbril tegenaan. Ik ben mijn grootschalige applicatie aan bouwen. Ja, ik wil meer vanuit wat we noemen naar continue innovatie en continue development gaan werken. Dus eigenlijk in zo'n CI/CD proces. Dan kun je dat natuurlijk doen volledig met Microsoft technologie. Dan kun je gewoon Visual Studio gebruiken om het te gaan bouwen. Visual Studio Team Foundation Services om eigenlijk mijn versiebeheer uit te doen. Ik kan volgens dat met Visual Studio Team Services kan ik daar een beeldproces opbouwen. En ik kan daar een stuk release management ook uitvoeren. Waar ik weer gebruik maak van Visual Studio Team Services. Een stukje Azure Automation. En natuurlijk met die ARM templates om dingen uit te rollen. En ik kan natuurlijk weer gebruik maken van Azure, dan nog OMS, om daar een stuk monitoring uit te voeren. Maar ik al zei, Azure is een open platform en volledig geadopteerd door allerlei open source dingen. Dus ik kan ook diezelfde straat inrichten door gebruik te maken van open source bouwstenen. Dus de keuze ligt gewoon aan jullie. Of welke bij jullie manieren prettigst te vinden. Of ik doe het op basis van Microsoft. En ik kan ook nog weer
ieder onderdeeltje weer uitwisselen. Dus je kan het volledig open source bouwen, maar het hele buildproces bijvoorbeeld wel met Team Service doen. Dus je kunt ook nog weer mix en match doen, waar je zelf het prettigste vindt. Dat is ook weer de kracht van Azure. Daarnaast heb ik dus, en die ik straks klaar heb of gemaakt heb, van hoe kan ik dan mijn bereik of mijn etalage nog groter maken? Nou, dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van zo'n Azure Marketplace. Stel, ik heb een applicatie of een dienst gemaakt die dus in een virtual machine daar draait. En die kan heel interessant zijn voor een Azure gebruiker. Die kan ik ook gaan publiceren in een Azure Marketplace. Ben dat dus een klant het product selecteert in zo'n Azure Marketplace, gaat dan in jouw automatiseringsschip wat dan afgetrapt. In de meeste gevallen zal het een ARM template zijn in combinatie misschien met een desired state configuration. En vervolgens wordt die dienst geconfigureerd in de subscription van de betreffende klant. Dat is heel belangrijk. Dus als ik een Azure Marketplace onderdeel kies, is dat niks anders dan een automatiseringsinstallatieproces die ik eigenlijk aftrap. En vervolgens wordt deze in de subscription van de betreffende klant geactiveerd. Op het moment dat dus die dienst gebruikt gaat worden binnen die subscription, zijn er diverse modellen. Het kan best zijn dat jij dus gekozen hebt gemaakt dat er een kickback plaatsvindt. Dus op het moment dat dus resources verbruikt worden, krijg jij weer van Microsoft de geld. Of jij zegt nee, ik wil dat mensen een bring your own license doorvoeren. Dus ik kan via het installatiescript kun je wel het proces activeren in jouw omgeving. Maar volgens mij moeten ze met mij contact opnemen om daarvoor de licentie af te stemmen. Er zijn diverse modellen zijn er beschikbaar. En zo werken ook grote partijen. Dus stel als je bijvoorbeeld een Oracle-omgeving, kun je gewoon aftrappen in de Azure Marketplace. Vervolgens moet jij je eigen Oracle-licenties daaraan toevoegen. Dat geldt ook voor SAP en nog van dat soort allemaal zaken. Dus zo kun je ook je eigen diensten daaraan toevoegen. Nou, dat is mooi die Azure Marketplace, is ook voor jullie om daar gewoon gebruik van te maken als je een mooie applicatie gebouwd hebt, om die daar ook daadwerkelijk in onder te brengen. Dus in klein beelden, er zijn voornamelijk IA's-achtige zaken, er zijn ook PaaS-achtige zaken. Dus het gaat niet alleen maar om virtuele appliances die er in die marketplace staan, maar ook complete omgevingen ten aanzien van CRM, andere provisioningsdingen die we noemen op, zijn allemaal aanwezig al in het platform. En er kunnen nog veel meer kunnen daaraan toegevoegd worden. Daarnaast heb je natuurlijk de mogelijkheid van een app source. Dat zijn juist leuke, die marketplace, maar ik heb geen dienst die ik nu gemaakt heb, die geïnstalleerd moet worden in een subscription van een klant. Nee, ik heb een dienst waar klanten gebruik van kunnen maken. Denk aan bijvoorbeeld aan een soort Office 365, is ook iets waar je gebruik van maakt, wordt niet geïnstalleerd in jouw omgeving. Ook daar kun je zeggen, wacht even, daar hebben we ook iets voor, dat heet AppSource. Dan kun je gebruiken als etalage. Dus ik kan in zo'n etalage kan ik bijvoorbeeld een dienst neerzetten. Nou, ik heb hier een voorbeeld van een dienst die in zo'n etalage staat, Launchpad 365. Hier kan je ook jouw applicatie kan je daar dan promoten. En vervolgens kun je selecteren op een free trial. Op een gegeven moment als ik daarop klik, autoriseer ik me eigenlijk met mijn Office 365 account of eigenlijk met mijn Azure Directory account. En dan krijg ik een trial toegang tot die omgeving. Vervolgens word ik weer contact met mij opgenomen met de mensen van Launchpad 365. Van hey, je hebt interesse getoond en die gaan dan met je afstemmen of je daadwerkelijk gebruik wil maken van hun SaaS dienst. Het zijn allemaal diensten die eigenlijk onder de motorkap ook weer gebruik maken van Azure. Maar die gaan niet in jouw subscription draaien. Maar jij kan daar wel als een SaaS gebruiker ook gebruik van maken. Dat is ook een manier om dus weer jouw omgeving weer te promoten in die Azure portaal. Om daar weer misschien weer meer bereik voor jezelf te creëren. Nou, de grote klacht die we in het verleden altijd kregen, als we het over Azure hadden, is hey, Azure super. Leuke machientjes kan ik daarin spoelen of wel leuke diensten afnemen. Maar het is een grote zwarte doos. Ik zie niet wat daar allemaal plaatsvindt. En het is heel belangrijk als ik daar wel in de omgeving mijn spulletjes heb draaien, wil ik daar wel wat dingen weten. Voornamelijk ten aanzien van security. Nou, daar hebben wij het Azure Security Center voor in Azure in het leven geroepen. En daar kreeg ik dus een duidelijk beeld van wat er binnen Azure in mijn subscription plaatsvindt. En eigenlijk binnen zo'n security center zijn eigenlijk twee manieren hoe je daar tegenaan kijkt. Of de informatie die aan jou wordt gedeeld. We geven jou zogenaamde aanbevelingen. Doordat we in jouw subscription kijken, zien we gewoon welke virtual machines er draaien. En dan geven we aan, hey, let op. Wij zien op deze machines dat daar bijvoorbeeld geen antivirusprogramma op draait. Of dat hier bepaalde poorten openstaan. En het kan best zijn dat het bewust is, maar het kan ook zijn dat het onbewust is. Dus geven we jou gewoon informatie van, let op, hey, dit zijn aanbevelingen die bij deze machines zijn. Bij zo'n aanbeveling geven we ook direct jouw de scripts ter beschikking. Dus je kan gewoon bij de aanbeveling geven, deze machines, hebben we zien, we hebben dit gedetecteerd. Dan kun je die betreffende machine selecteren. En dan kun je volgens direct ook een script aftrappen, omdat die aanbeveling daadwerkelijk uit te voeren. Naast de aanbeveling geven we dus ook daadwerkelijk live security alerts die er gewoon plaatsvinden. Bijvoorbeeld heb ik een aantal VM's heb ik draaien en we zien dat bijvoorbeeld dat daar een brute force attack plaatsvindt op de RDP poort. Ook daar geven we weer aanbevelingen van hoe we dat probleem op kunnen tackelen. Onder andere bijvoorbeeld met just-in-time virtual machine access.
Dat betekent dat we gewoon per definitie alle poorten dicht zetten. Wil ik onderhoud plegen aan de betreffende machine, ga ik naar de security center toe, vraag ik toegang tot die omgeving. Het kan best zijn als ik daarop klik dat je dan een aan moet zetten en daarna weer terug moet inloggen of uitzetten. Of ik kan zeggen nee, als ik hem aanzet, is hij per definitie voor 1 uur of 2 uur of 3 uur stek hem aan, dan gaat hij automatisch weer uit. Keuze weer aan jou, wat jij het prettigste vindt. Het zijn allemaal modellen die in dat security center allemaal aanwezig zijn om meer secure met jouw omgeving te werken. Naast het security center hebben we ook nog de Azure Advisor voor jullie. Want dat is ook begin zijn, het is leuk hè, dat ik dan zo'n D-serie of een F of een N gekozen heb, maar is dat wel de meest optimale die er is? Nou, als je gewoon je omgeving gaat inspoelen en je laat hem draaien, wij kijken dan op de zijlijn gewoon met je mee, dan ga je gewoon naar die Azure Advisor toe. En als je de machine een tijdje hebt laten lopen, geeft hij gewoon aan, ook als je naar de kostblok bijvoorbeeld toe gaat, geeft hij aan, hey, het is leuk dat je hier een DV4 voor gekozen hebt. Maar gezien de workload die erop draait en het gebruik daarvan, is een DV2 ook aan te bevelen. En dan geven we ook weer de scripts om jou van jouw DV4 en DV2 aan te maken. Hetzelfde geldt voor performance. Dan geven we ook weer recommendation dat die machine te laag is of te hoog wat je verbruikt hebt. Security, dat zijn dezelfde aanbevelingen die je weer terechtkomt, die ook net in het security center zitten. En hetzelfde geldt ook voor high availability. We zien een aantal machines die wel met de gedrag die erop zit en die niet high available uitgerust zijn, geven gewoon advies. Het kan zijn bewust dan wel onbewust zijn of deze dan wel voor gebruik kan worden. Dus dan zie je alweer in die Azure Advisor, zie je dat soort zaken allemaal terugkomen die je weer zelf kan gebruiken om nog efficiënter met dat platform gebruik te maken. Ik heb dus een paar dingen voor jullie gewoon even eruit gepakt. Hè. Dus dat je gewoon computer storage en netwerken, even naar die data gekeken, waar je heel mooie applicatie mee, die applicatieplatform, hè, vooral die app services, is reet interessant om gebruik ervan te maken. Daarnaast al die virtual machines die ik dus in Azure activeer, kan ik dus eigenlijk met één druk op de knop ook Azure Backup voor aanzetten. Dat betekent dat ik daar een volledige kopie van heb draaien in Azure en bij nodig druk dat ik die restore alle minuut kan activeren. We hadden al Azure Site Recovery om eigenlijk een replicatie van mijn on-premise omgeving naar Azure voor elkaar te krijgen. Sinds kort is het ook mogelijk om te repliceren van de ene Azure omgeving datacenter naar het andere. Bijvoorbeeld ik bouw mijn volledige omgeving op in West-Europa, maar ik wil daar een kopie van hebben bijvoorbeeld in Australië. En dan kan ik daar een koppeling maken met Australië waar ik daar een failover naar Australië uit kan voeren. Ik kan daar ook daar gebruik dus maken van wat dan heet dan follow the sun principes. Bouw ik mijn applicaties waar bijvoorbeeld keys moeten in borden worden gehouden of certificaten worden bijgehouden, die kan ik bijvoorbeeld opslaan weer in een key vault. Dus die sla ik niet fysiek op in de applicatie, maar die kan ik secure weer opslaan in een key vault en die wil ik weer hergebruiken in mijn applicatie. En zo dus ook weer rijke applicaties bouwen waar ik dus weer eigenlijk weer gebruik maak van standaard bouwstenen. Dus eigenlijk het stuk wat ik daadwerkelijk moet gaan bouwen en moet gaan testen en moet gaan onderhouden, vele malen kleiner wordt. Nou, waar vind ik heel veel informatie? Ik heb hier een aantal links voor jullie neergezet. Hè. Heel belangrijk is de Azure Architecture Center. De links heb ik erin geplakt waar je dus eigenlijk gewoon kant-en-klare architectuur guides kan vinden, reference architecture kan vinden, de cloud design patterns kan vinden in combinatie met al die bouwstenen die ik net genoemd heb. Hè. Dus op basis van de IA's en de PA-stenen. Hier vind je ook weer de links terug naar de SDK's en alle tooling die wij ter beschikking hebben. Verder. Ben je vaak ook geïnteresseerd van, hey leuk wat er nu in het platform zit. Want als ik deze talk zeg over 3 maanden weer, dan heb ik weer een hele batterij nieuwe dingen die weer aangepast zijn in het platform. Om jullie nog weer rijkere diensten aan te kunnen bieden. Nou wil ik daar wat gevoel hebben wat er allemaal aankomt en wat er nu in zit. Hebben wij de Cloud Platform Roadmap publiekelijk beschikbaar gesteld. Hier kun je dus gewoon kijken wat er nu al aanwezig is. En wat er in public preview is, wat in development is en wat er allemaal aankomt. Verder heb jij ook inzage of controle over hetgeen wat in Azure komt. Maak gebruik gewoon van feedback.azure.com. Ben je bijvoorbeeld bezig met die schitterende key vault van ons? Zeg je, ja, schitterend, maar dit puntje ontbreekt er toch nog aan. Ga gewoon kijken naar de rechterkant bij feedback. Ga naar de key vault toe. Kijk, hey, staat deze feature die ik eigenlijk nodig heb, staat die er al bij? Hey, ja. Dan breng ik mijn stem erop uit. Je kan maximaal 3 punten geven aan een omgeving. Je hebt eigenlijk 9 punten ter beschikking. Je kan 2 keer 3 uitdelen, 1 keer 2 en 1 keer 1. Dus is je functie erbij? Zet je een vote daar gewoon op. Want onze productteams kijken er echt naar. Dus eigenlijk weer als we weer met de releases zijn, wordt die eigenlijk 1/3 bepaald op basis van nieuwe functionaliteit. 1/3 wordt bepaald uit bugfixing. En 1/3 wordt bepaald op basis van wat hier in deze feedback staat. Dus je hebt echt controle over hetgeen wat in het Azure platform plaatsvindt. Kijk hier gewoon aan, zit die functies waar je van zegt, shit, die wil ik ook graag hebben. Zet je stem er gewoon op uit. Want dan wordt daadwerkelijk door het productteam naar gekeken. Hebben bepaalde zaken heel weinig votes, zoals hier als voorbeeld ook staat 1 vote. Ja, die komt gewoon onderaan op de lijst te staan.
dat gaat heel lang duren of gaat helemaal niet gebeuren dat die beschikbaar komt. Verder, al die bouwsteentjes, hè, die Lego-blokjes of chocoladebonen, waar ik het altijd over heb. Wil je daar wat meer details over weten, ga dan gewoon naar deze website toe. Klik bijvoorbeeld op die Virtual Machine. Krijg je netjes uitleg, hey, wat is het? Krijg je een link waar alle documentatie te vinden is. Krijg je ook informatie over de pricing. Dus ieder bouwsteentje die we binnen Azure hebben, vind je hierop terug. Dus de High Level View, dus kun je erop dubbelklikken. Kun je al niveautjes lager klikken, waar je dus meer details kan vinden. En je kan deze ook weer volledig als PowerPoint downloaden, ook via deze website. En natuurlijk een heel belangrijke key website voor ontwikkelaars is eigenlijk Channel 9. Hier vind je dus heel veel presentaties terug, maar ook heel veel films en videocommentaar. Waar je gewoon lekker voor kan gaan zitten. Waar dus al die bouwstenen netjes nog eens een keer uitgelegd wordt. Van wat is het, wat kan je ermee, wat kan je er niet mee. Wat zijn de voordelen en ook allerlei voorbeelden staan erbij. En ook van allerlei events die wij al in het verleden hebben gedaan, vind je ook hier weer alle content beschikbaar. Dus als voor een developer en voor meer informatie over Azure weet, is dit gewoon een must. Als een omgeving om, of al hier als Valhalla om dingen te zijn. Verder, wij vanuit Microsoft produceren grote hoeveelheden informatie en dat wordt via allerlei social media kanalen wordt dat de wereld ingespuwd. Zaken die ten aanzien van public, private en hypercloud voorbij komen, die pik ik eruit en die dump ik in mijn Yammer community. Zijn er mensen die zeggen, hey, daar ben ik ook graag lid van worden, dat kan. Mail mij, herman.k@microsoft.com, met de vraag erbij dat je graag lid wil worden. Dan stuur ik jou een invite en dan heb je toegang tot deze Yammer community. Het grote voordeel van deze Yammer community is dat al de trainingen en ook deze deck, die ik allemaal in het verleden heb gegeven, hier terug te vinden zijn en te downloaden zijn in PowerPoint formaat. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, schroom niet, herman.k@microsoft.com. Ik zie mail voorbij komen, ik zal je dan een invite toesturen zodat je toegang krijgt tot deze Yammer community. Dan kom ik eigenlijk tot het eind van deze talk. Dan dank ik jullie sowieso voor jullie aandacht. Mensen die, zeggen, ja, die een beetje geïnteresseerd zijn met Azure, maar nog niet toegang hebben tot Azure, ga gewoon naar azure.microsoft.com. Hier kun je een gratis account aanmaken. Hier heb je wel een creditcard voor nodig. Die creditcard hebben we nodig voor authenticatiedoeleinden, niet om daar geld van af te schrijven. En dan kun je gewoon een gratis account aanmaken, waar je dus alvast een beetje mee kan stoeien in de Azure-omgeving. Kijken of er nog wat vragen in de queue gedumpt zijn. Dan gaan we die nog even oppakken. Ik zie dat er geen vragen in de omgeving geplaatst zijn. De handouts, mensen die graag deze handout willen hebben. Ook hier, als je naar de handouts toe gaat, kun je deze in PDF-formaat downloaden. Zijn er nog dingen na die tijd, als je straks deze talk nog eens even voor jezelf nog eens even de revue laat passeren en nog een aantal diverse vragen nog voorbij komen, schroom niet, mail mij dan naar herman.k@microsoft.com, dan zal ik je nog via e-mail daar ook op antwoorden. Dan dank ik jullie voor de aandacht.